is lelijk, het stinkt en ja, het is slecht voor het milieu. Lommel gaat de strijd aan tegen zwerfvuil. De leerlingen van de school Zonneweelde vallen aan. Afval! De NAVO! Het is niet gewoon, het is slecht voor het milieu, het is vies. Allemaal papiertjes en drinkbussen en plastiek. De Lommelse Sahara is een prachtig stukje natuur waar zowel de lommelaars als toeristen heel graag naartoe komen. En we merken dat vooral in de zomermaanden zoveel bezoekers ook enorm veel zwerfvuil met zich meebrengen. En dat zwerfvuil zijn ze in Lommel liever kwijt dan rijk. We organiseren 4 zwerfvuilactiviteiten hier in de Lommelse Sahara. Dat zijn activiteiten waar we op dat moment zwerfvuil gaan ruimen, waar we de mensen die in de Sahara zijn gaan sensibiliseren en gaan aanspreken om zwerfvuil te vermijden, maar waar we ook leuke dingen gaan doen zoals sporten, er komt een geocache, er komt een afvalarm, ontbijten, dus er worden allerlei leuke activiteiten voorzien. Om dit mooie gebied zuiver te houden is de stad op zoek naar zwerfvuilmeters of peters. Dat wil eigenlijk zeggen dat je een stukje groen voor je eigen rekening neemt, dat je van onze materialen krijgt om op te ruimen en dat je er zo voor zorgt dat Lommel een propere stad wordt.